Dag huiszoekers, ik ben Maarten de Droomhuismakelaar en vandaag ga ik niks vertellen, maar ik heb een vraag voor jullie. Want hoe lang duurt het voordat je iets geen nieuwbouw meer noemt? Want we zijn vandaag in de Burglanden in de Goren en deze wijk dat noemen ze de Oude Nieuwbouw. Of nou ja, eigenlijk, dit is de Oude Nieuwbouw en die wijk hiervoor dat heet de Oude Nieuwbouw. Kortom, wijken die al pakweg 10 jaar staan, worden nog steeds nieuwbouw genoemd. En dat zien we ook in de bouwkwaliteit terug. Maar hoewel het nieuwbouw is, is het wel een bekende stijl, namelijk de stijl van de jaren 30. Het ligt mooi aan het water. Het is dus een 201 kap waar we vandaag gaan kijken. Of nou ja, 201 kap. Woningen van dit kaliber noem ik liever een semi-vrijstaand woonhuis. Als je het ziet van voren, gaan we zo even kijken. Zie je meteen dat die garage inpandig te bereiken is. En achter die garage zit nog een keurig afgewerkt kantoortje. Royale leefruimtes, dakkapel erop, daarom lekker veel slaapkamers. Maakt het eigenlijk echt een familiehuis. Maar goed, genoeg van buitenaf. We gaan naar binnen. Ik kan het toch niet laten, ik ga wel wat vertellen. Want kijk, als we hier voor de woning staan, zien we dat die voor is voorzien van een mooie erker. Hierboven van een lichtstraat, waardoor dit een heerlijke, lichte woning is. Niet alleen royaal, maar ook zonovergoten. Maar ja, met zo'n zonnige dag als vandaag is het hier binnen wel heerlijk koel. Want het is natuurlijk fantastisch geïsoleerd. Dan komen hier binnen fantastisch afgewerkte ruimte. Mooie plafondlijst eromheen, inbouwverlichting, er is hier aan alles gedacht. Zo ook hier in de keuken voor. Zoals hier in een landelijke stijl uitgevoerd, met fantastische inbouwapparatuur en een licht-donker contrast. Heerlijk koken zo voor aan die erker, maar achter is het ook heerlijk, want daar hebben we openslaande deuren naar de achtertuin. Daar komen we zo op terug. Mooie lichtstraat, zoals ik al zei, inbouwverlichting, plafondlijst, maar er zitten ook keurige deuren in. En in de hele woning worden we geconfronteerd, of nou ja, eigenlijk verrast, door comfort wat je hier hebt. Zo weer hier een plafuizenvloer met vloerverwarming. Maar ja, die trend in dit huis zet zich ook boven voort. En daar gaan we nu naartoe. Want boven zien we dat alles opnieuw gestoffeerd is, hè? Dus alle drie de slaapkamers. De badkamer natuurlijk niet, maar daar zit wel weer vloerverwarming in. En dan hebben we nog de zolder. En daar in die dakkapel zit dus die vierde slaapkamer. Maar goed, die kun je zien op de volledige fotoreportage op de website. Wij gaan weer naar buiten. Met zo'n prachtige dag als dit en dan op zo'n locatie, dus puur idyllisch, sereen. Maar we gaan straks daar even zitten voor de afsluiter. Maakt niet uit hoe je gaat zitten, maar in deze tuin zit je altijd in de zon en daarom hangt er daar ook een zonnescherm. Maar hier dan nog de appelboom, ambachtelijk, zelfvoorzienend, past heel goed in de ambachtelijke stijl van de woning. En ja, dit alles maakt het toch echt een droomhuis. En een droomhuis vinden? Dat kan alleen bij Tromp.